Welkom bij Eva, een muziektheatrale podcastserie van Studio Minailo naar het gelijknamige boek van Carrie van Brugge. Je luistert nu naar een contextaflevering. Schrijver en librettist Gaia Schoeters gaat in gesprek met schrijver en vertaler Barbara van der Pol. Dit naar aanleiding van haar boek Er is geen ander zijn dan anders zijn. Denken met Carrie van Brugge. In deze tweede aflevering spreken ze vanuit de keuken van Galerie Bart in Amsterdam over het boek Eva van Carrie van Brugge en het belang ervan voor de Nederlandse literatuur. Kijk op de podcastwebsite www.carrievanbrugge.nl voor meer informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Hele fijne middag, ik ben Gaia Schoeters. Ik maak samen met Sharon Minailo een podcastproductie die Eva heet. Een soort muziektheatrale adaptatie van Carrie van Brugge's roman Eva. Dat is de laatste roman van Carrie van Brugge. En daarover praat ik met Barbara van der Pol. Barbara van der Pol is naast vertaalster en auteur ook een heel grote Carrie van Brugge liefhebster, kenner. Misschien ook een Eva-liefhebster. Carrie, nu noem ik jou al Carrie. Ja. Barbara, wat heb jij met Eva, de laatste roman van Carrie van Brugge? Ja, ik hou erg van Eva. Ik moet eerlijk zeggen dat ik haar ook heel erg, dat boek ook heel erg zie als onderdeel van haar hele oeuvre. En dat komt omdat zij, Carrie van Brugge, heeft ze zelf ook lezingen over gegeven en ook over geschreven, is haar hele leven lang bezig, afgezien van dat ze allemaal zoekt naar nieuwe vormen om haar denken te verwoorden, is ze ook bezig om de kaart van haar leven te leggen. Ze heeft het verhaal dat ze ooit van haar vader een doos kreeg als klein kind. En daar zaten dus stukken van legpuzzels in. Maar ze pasten niet, ze waren allemaal afzonderlijk prachtig. Maar je kreeg ze nooit tot een geheel. En dat was kennelijk een frustratie. Maar ze heeft in ieder geval dat beeld gebruikt om aan te geven wat ze toch aan het doen was. En bij die legkaart, als ik het zo kan noemen, het klinkt een beetje suf. Maar zoals zij het bedoelt, is het juist heel chaotisch en levendig en dynamisch. Ik zie dat ze in Eva voor het laatst, dat zal ze toen niet geweten hebben, die kaart weer aan het leggen is. Want haar hele leven komt weer langs. Dus de jeugd, de Joodse jeugd, niet heel uitvoerig. Want dat doet ze in andere boeken uitvoeriger. Eigenlijk begint Eva wanneer de hoofdpersonen, Eva, omineuze naam, het begin van alles, de eerste vrouw, 18 is. Maar er zijn wel flashbacks en dan zit ze toch in de jeugd. Ze is op het moment dat we beginnen een schooljuffrouw, is ze dus ook geweest. En ze staat in het begin van het boek, de titel is het eerste hoofdstuk, De Nieuwe Eeuw, staat ze met haar broer David te kijken op 1 januari van de nieuwe eeuw, het nieuwe jaar. En ja, er gaat zoveel door haar hoofd. En ze komt al meteen ook bij belangrijke thema's die je dan ook in de rest van haar werk herkent. Moeite met wat de mannen toch willen. En daar echt een beetje in de sfeer van brrr. En verwachtingen ook. Verwachtingen, dat is voor mij het woord voor Carrie van Brugge. Zonder verwachtingen ging het niet. Begin van de eeuw, verwachtingen. En dat gaat door. Ze trouwt. Net als in het echte leven, zal ik maar zeggen. En zoals ze dat vaker heeft beschreven, krijgt kinderen. Ze schrijft, daar gaat het niet zo erg over. Ze discussieert heel veel over dingen die haar zinnen en niet zinnen. Ze is heel sensueel. Ze zal alles wel aan haar hart willen drukken en alles evenveel recht willen doen als schrijver. En het eindigt, op een manier die heel erg lijkt op zoals in haar ware leven het geëindigd is. Dus Eva is een
compilatie, sublieme, misschien wel de allermooiste compilatie van die thema's, van die gevoeligheden, van die onderzoekingen die ze een hele oeuvre heeft gepleegd. Ja, Eva was eigenlijk, het was mijn eerste Carrie van Brugge. En Carrie van Brugge is bij ons in Vlaanderen denk ik een stuk minder bekend nog dan hier in Nederland. Dus ik ging er een beetje aan zitten. Sharon had mij gevraagd om het boek te lezen met het gevoel van, ja, moet ik nu zo'n een roman uit 1927 lezen van een vrouw? Dit wordt een hoop klein burgerlijk gezucht en geneuzel. Met een soort van, zeg maar, typische aangeleerde tegenzin. En ik zat er 20 pagina's in en ik was volkomen gefascineerd. Ik weet nog dat ik na één hoofdstuk heb ik het boek neergelegd. Ik ben door het huis gelopen en ik heb van beneden naar boven geroepen. Ik ben een fantastisch boek aan het lezen. Fantastisch, ja. Kan je nog herinneren hoe jouw eerste lezing van Eva is verlopen? Dat is wel 35 jaar geleden of zo. Ik weet dat niet precies meer. Wel dat ik haar sindsdien altijd gekoesterd heb. Hè? Dat weet ik nog heel goed. En dat ik, om die uitdrukking maar eens te gebruiken, dat zij een van die schrijvers moest zijn die met mij meelopen. Ik ben ook vertaler, dus ik heb vaak hevige liefde betuigd in de vorm van interpretatie en vertolking aan anderen, aan Cervantes of Moby Dick en dat soort boeken. Maar Carrie van Brugge, dat hoorde daarbij. En Eva vond ik, denk ik, de mooiste roman toch. Die anderen zijn wat cerebraler of wat, daar stroomt het minder. Het mooie van Carrie van Brugge is, ze heeft zo fantastische uitspraken over haar eigen schrijverschap gedaan. En een ervan is dat haar ik vloeibaar is. En ja, inderdaad, het vloeit in Eva alle kanten uit. Van het sensuele via het reflectieve naar het historisch beschouwende. Ja, het is zoveel wat je meemaakt. En ik begrijp dat je toen een beetje door het huis ging lopen. Want kan je van Brugge sowieso een schrijfster bij wie je de neiging hebt om terug te denken. En eerlijk gezegd hou ik erg van dat soort schrijvers die jou een beetje medeplichtig maken. Je moet niet alleen je best doen, maar ze steken je aan. Je hoofd en je gevoelens, je levenshouding misschien wel. En dat zit heel erg in Eva met name, ja. Ja, misschien moeten we voor al die arme mensen die nog niet het genoegen hebben gesmaakt Eva te hebben gelezen, even kort gaan kijken van, wat is dit eigenlijk voor een boek? Want het is een modernistische roman. Het is niet dat het allemaal zo makkelijk is. Ze spreekt over zichzelf in de ik, in de jij, in de zij, die afstand wisselt de hele tijd. En eigenlijk doorlopen we, dat zei je daarnet al, een beetje de boog van haar leven. Ja, en je kijkt in dat hoofd. Ook. Je zit er ook buiten hoor, het is niet dat je gevangen zit in het hoofd. Dus je maakt ook mee haar bewustzijnsprocessen en haar wisselvalligheden. Het gaat van dat de hoofdpersoon Eva dus 18 is, tot het moment dat ze kinderen heeft, Eva. Die zijn dan 14 en 16, als ik het uit mijn hoofd goed doe. En dan wordt ze nog eens verliefd. En dan ben je thematisch, naar mijn idee, het is vervelend om op die manier te spreken over literatuur eigenlijk, maar goed. Het begint met verwachting. De nieuwe eeuw, wat zal die ons brengen? Eén ding is zeker, we zullen in die eeuw doodgaan. Belangrijk onderwerp in het boek, de dood. Zelfmoord van die broer al op een gegeven moment. Nou, zelfmoord, hij doet zichzelf de dood aan. Ja, dat is nog een heel kwestie. Maar het eindigt ook met verwachtingen. Op een manier dat je denkt, wat gebeurt daar? Dit is een hele gevoelige vrouw, een hele gevoelige schrijfster. En zowel in het echte leven als ook in dat boek Eva wordt aan het eind van het boek alle rust die toch een beetje bij elkaar gegrabbeld is, positie misschien, kader, wordt losgelaten, of er is de wil dat los te laten voor weer een nieuwe verwachting. En ze wil zo graag ontzettend verliefd worden. Maar dan ook heel erg lijfelijk en alles. En nogmaals, en dat heb je zelf al gezegd, dus helemaal niet op het vlak van zelfontboezeming en een beetje
ja, prutten, Hongaren, weet je, ze had zelf allemaal hele lelijke termen voor beperkte romannetjes of zo. Het is complex en overtuigend en raar. En binnen dat kader projecteert ze, en dat is helemaal Carrie van Brugge, alle thema's van haar denken. Want eigenlijk is Eva, het is niet alleen het verhaal van haar leven, het is ook een soort overzicht inderdaad van alles waarmee ze in haar leven is bezig geweest. En het begint al helemaal in het begin, waar je dat kleine Joodse meisje ontmoet. En al, ik denk al op de eerste bladzijde zit je in die tweestrijd tussen dat verlangen naar die seksualiteit die gonst op de achtergrond en het grote verbod en de grote zonde die daar aan de andere kant al aankleeft. Ja, ja. Ja, dat is dat hele erge wordt het genoemd in het... De angst van een kind voor het seksuele. Want dat kun je ook verklaren uit hoe zij was. Die angst voor seks. Je hoeft niet altijd sociale verklaringen te hebben. Het is wel een feit dat in haar gezin, dat gezin De Haan, heel veel dode kindertjes waren. Dus dat was niet wenselijk. Om seks, dat betekende, seks betekende consequenties. Dus dat was al een reden om er niet aan te beginnen, in ieder geval niet als kleine meid, te luisteren naar die mannen. Of enigszins ook maar toe te geven aan eventuele verleidingen. En voor het overige denk ik dat Carrie van Brugge meer dan een gemiddeld meisje... Maar wat is een gemiddeld meisje? Kom op, we leven in deze tijd. We weten dat dat scala van A tot Z loopt. Maar waar ze dan precies ook gestaan mag hebben. Maar meer dan ik in ieder geval herken. Zich echt schaamde voor het feit dat je je bloot zou geven. Misschien kun je er meteen bij zeggen, psychisch blootgeven. Je binden aan iemand met alle consequenties. Ik denk dat ze seksueel heel ingewikkeld was. En eigenlijk nauwelijks een halve pagina verder, terwijl ze samen zit met de eerste man voor wie ze denk ik een soort aantrekking voelt. Een aantrekking die 100% intellectueel is, want wat doen ze samen? Ze doen denk ik wat voor Carrie de absolute erotische beleving was. Ze lezen samen en praten over boeken. Op datzelfde moment voel je bij haar al dat verlangen naar die kennis. En zegt ze bijna letterlijk, ik wil hem ook doorgronden. En ze heeft het over, ik denk, over Vondel. Ik wil alles doorgronden. En dat is ook helemaal Carrie van Brugge. Ja, ja, zeker. Dat is, wel, dat is heel erg... Dat boek dat ze lezen, was het niet misschien ook alleen op de wereld? In ieder geval wordt dat ook gelezen in het begin. En haar grote medelijden met alles en met de dingen. En dingen die niet lekker gingen of mensen die het niet redden. Ze had enorme medelijden, dat komt ook naar voren. Maar ja, dat intellectuele, intellectualistische, dat was ook een kenmerk van haar. Daar kon ze niet vanaf. En daarom vind ik het leuk om een paar keer van die frasen tegen te komen waaruit je opmaakt dat ze daar ook daar natuurlijk tegen vocht. Dat ze zegt, ik wil wel, dus ik wou dat ik een banaaltje was. Een banaaltje, een leuk woord eigenlijk. Je snapt meteen wat ze bedoelt. En dat ik voor de ramen kan gaan staan en kijken naar japonnetjes en spulletjes. Maar ja, na 2 minuten verveelt ze zich en dan gaat ze toch maar weer denken en vormgeven aan die gedachten. Ja, die worsteling voel je heel duidelijk, want Carrie groeit op. Carrie wordt lerares, gaat naar de stad, gaat inwonen bij een gezin met heel banale dochters die heel normale meisjesdingen doen. En wat doet Carrie? Ze zoekt aansluiting bij een aantal intellectuele collega's die ook naast dat intellectuele bezig zijn met dat ontluikende socialisme. Ja, je hebt altijd wel ismen of bewegingen, actuele bewegingen, die de boventoon voeren. En in die tijd was dat het socialisme. Dus binnen die collega-groep, dat groepje collega's, zijn er twee. De een heet Boukje, de ander weet niet zo gauw. En die zijn partijgangers, die zijn socialistisch. En die zijn heel debunking tegenover alle onnozelaars die nog niet doorhebben
hoe belangrijk dat is. Carrie vindt zich niet in dat socialisme. Eva vindt zich niet in dat socialisme. Carrie van Brugge en de isme, dat werkte niet zo goed. En die spanning voel je ook in Eva, denk ik, wat betreft het feminisme. Want Eva kan zich ook niet vinden in de positie van de vrouw die haar is toegemeten. Ze zoekt naar vooral intellectuele aansluiting bij mannen, denk ik. Maar om dat nu te gaan vastzetten in een beweging, een systeem, dat zit er niet in. Zij heeft zelf een term voor ismen. Ze vindt alle ismen een spotvorm. Dat is haar woord van op zich goede ideeën. Dus het is helemaal niet de sfeer van, integendeel, van dat ze tegen illusies of verwachtingen of overspannen verwachtingen voor mijn part is. Maar zodra je dat in groepsvorm gaat doen, dan krijg je al snel iets sectarisch of iets beperkends of iets zelfgenoegzaams. En daar had ze een sterk gevoel voor. Daar had ze een grote hekel aan. Dus bij wijze van spreken, een idealist oké, idealisme nee. Marx, fantastisch. Marxisme nee. En daar is ze heel stelselmatig in doorgegaan. En dat heeft ze echt als een soort fonds, denk ik, gekoesterd. Ze is spotvormen, alle ismen zijn spotvormen. En daar gaat ook eigenlijk haar grote taalfilosofische boek over. Hoe je van als individu iets nieuws ontdekt. Aan dat nieuwe, ja, daar komen anderen bij, die gaan dat ook vinden. Krijg je een soort groepsvorming en dan wordt verstikkend. En oké, heel kort gezegd, en dan moet je daar weer uitbreken. Weer een nieuw individualisme. Dus dat proces, de beroemde slingerslag. En zij ziet daar geen einde in. Dus ismen zijn gestolde denkvormen. En ja, dat was haar kindje, hè? Dat ze daar tegen was. Dus ze ageert. En die slingerslag, die voel je hier ook heel duidelijk inderdaad in haar, ik wil erbij horen, ik wil anders zijn, ja. Ik wil mij afzetten, ik wil opgaan in de groep. Ze komt daar ook aan, ze is anders, want ze komt daar aan met haar korte haar, ze ziet er een beetje uit als een jongen. Ja. Ze wordt ook bijna door haar vrouwelijke collega gekust, omdat die zegt, je zou zo'n mooie jongen zijn. Ja, ik moet nu erg denken ook aan, ze heeft daar allerlei uitspraken over, het altijd gebrokene of dat wat zich altijd zoekt te helen, maar wat altijd weer gebroken zal zijn. En goed, je kunt er allerlei dingen uit haar leven bij halen, waardoor ze zo zeer op noodlottige wijze, want ze ervoor ze dat wel, een buitenstaander bleef. Onophoudelijk heeft het mij bevlogen om in mijn doorgronding, in mijn begrip uit zijn eenzaamheid verlost te worden. Om met al het andere eenzame in het ene te worden samengebonden. Alles in mijn doorgronding, alles in mijn begrip. En ik wankelde in de storm en ik duizelde in de golfslag. En ik heb het niet gekund. Ik heb nooit iets begrepen. En meestal zelfs dit niet. Dat ik niets begrijp. Uit Eva, 1927. Ik zie toch ook hier in Eva een belangrijke rol voor dat broertje. Ze heeft het zo moeilijk gehad als kind, hij ook. Gepest, gediscrimineerd, tot en met alle. Maar ze redden het samen wel. Ze hadden dus veel lol. Daar zijn mooie voorbeelden van bekend, hoe ze kattenkwaad uithaalden. Maar ook een heel leuk soort kattenkwaad. Dus dat was, ze had altijd haar gesprekspartner bij zich, altijd haar luisterend oor. Ze kibbelden veel, maar hij was er en ze kibbelde terug, het maakt allemaal niet uit. En ik denk dat sommige schrijvers verlangen eeuwig terug naar het paradijs van de jeugd, komen er niet overheen en dat blijft een soort
fantoom waar, nou, die kunnen niet goed leven. Zij heeft dat toch heel goed gedaan. Dus dat is het niet per se. Maar dat eeuwige zoeken van haar naar dat klankenpoort. Ze moest iemand hebben die naar haar luisterde. Ze had af en toe iemand die heel goed naar haar luisterde, hè, een paar jaar lang. Maar dat broertje, dat verdween op een gegeven moment als logische gesprekspartner, als aanvulling, als dat wat jou compleet maakt. Ja, zoiets lees ik wel in Eva ook. Ja, want hier maakt ze van haar broer, Jacob Israël de Haan, maakt ze hier eigenlijk zelfs een tweelingbroer. Voilà. Ze trekt hem nog veel dichterbij. En ja, dan beschrijft ze eigenlijk hoe hij, omdat hij als jongen andere kansen krijgt dan zij, een ander parcours volgt. Ja. Homoseksueel wordt, wat ze hem eigenlijk ook met een soort absolute liefde vergeeft. En dan verliest ze hem. Deze broer, die is ook onderwijzer geworden in het boek, hè? En die wordt dan huisleraar van een invalide jongen. En die is homoseksueel, oké. Maar die broer die trouwt ook. Nou, dit gezegd hebbende, dan gaat hij dood. Is hij doodgegaan doordat hij een longziekte verwaarloosde? Of toch zichzelf de dood aangedaan? Wat interessant is, zij gaat, Eva, gaat met de schoonzus wandelen. De schoonzus is bitter. En die zegt, als hij nou niet, als hij, hij was niet anders hoor, haar niet. Nee, die jongen die was anders en die is de schuld. Ja, maar Eva die ziet helemaal geen kwaad in het feit dat hij anders zou zijn. Sterker nog, ze weet helemaal niet precies wat natuurlijke liefde is. Wat kun je daar in absolute zin over zeggen? En ook over die kwestie zichzelf de dood aandoen. Dat is ook heel interessant, want zij heeft zelfmoord gepleegd, Karin van Brugge. Maar ze heeft best wat uitspraken erover gedaan. En ze begrijpt zelfmoord heel goed. Ze heeft hier en daar gezegd dat het in ieder geval een nobeler dood is dan wanneer je in een duel sterft of wanneer je als soldaat op het slagveld wordt in de pan gehakt. Het is in ieder geval een met je geweten of naar omstandigheden wat ook gekozen dood. En ze haalt er ook mensen als Montaigne bij of andere schrijvers of denkers. En natuurlijk de oude Grieken, voor wie zelfmoord een normaler iets was. Het is op die paar bladzijden van dat gesprek, wat daar langskomt, is fantastisch. En het wordt nog fantastischer als je een beetje bent ingevoerd in Eva of in het werk van Carrie van Brugge. Want de lading met terugwerkende kracht krijgen allerlei scènes een nieuwe lading. En ja, nou, ja. Ja, en dan in dit hele bewegende geheel en in die passie waarmee ze het schrijft en waarmee ze het vertelt, komt plots dat huwelijk binnen. En ik vind dat een heel frappant moment, want je voelt het eigenlijk al, het zit al aangekondigd, ze bouwt het heel mooi op in alles wat ze vertelt in de hoofdstukken daarvoor, waar het altijd gaat over binnen, buiten, opgesloten, vrij. En dan beschrijft ze het huwelijk als een eendenkooi. Ja. Hoeveel gruwelijker kan het worden? Ja, die eendenkooi, dat is niet zo mooi. Ik vind het ook eigenlijk een heel naar woord. Maar goed. Ja, ze vat het eigenlijk samen. En dat is een van die dingen waarin ik ze heel hedendaags vind. Want dat is iets wat je volgens mij in de gesprekken hoort van, om het even welke jongeren met liefdesproblemen, van, is het nu goed om de stabiliteit te hebben van de stoel, de tafel, de verjaardagskalender? Of wil je die vrijheid? Wil je dat vliegen of wil je die zekerheid? En ook daar gaat bij haar die slinger weer heen en weer. Dat zeker. Nou, ik heb zelf ooit gekozen voor de latrelatie. Het huwelijk was niet slecht, maar ik ben een betere latter. Als je snapt wat ik bedoel. Zij... De essentie van wat zij en Eva doet met dat huwelijk is voor mij toch wel het moederschap. Want daar heeft ze ook ideeën over. Ze is dan toch blij met dat huwelijk vanwege dat er kinderen zijn gekomen. En ze blijkt heel goed te kunnen moederen en dat blijkt haar te vervullen. Ze heeft daar fantastische uitspraken over, dus ook heel modern, heel zelfbedacht modern. En die man,
in Eva, die bungelt er wat bij. Het enige is dat zij kunnen niet goed met elkaar praten, omdat hij in haar ogen geradicaliseerd is. Hij is dus een partijganger. Daar kon een Carrie of een Eva niet tegen. En dan gaat zij, heel opmerkelijk, toch in het huwelijk, zelfs op het kraambed, flirten. Ze zoekt allemaal, ze wil allemaal aangestoken worden. Ze noemen haar Eva, en ook Carrie werd, als ik het goed begrijp, zo genoemd, een flirt, een jongensgek, een dit, een... Ja, heel frappant. Ze noemen haar een allumeus. Allumeus. En dan reageert zij daarop met van... Ja, maar wie denk je eigenlijk dat ik probeer aan te steken? Het enige wat ik probeer is om zelf iets te voelen. Want daar botst ze op die eeuwige worsteling die ze heeft met liefde, lijfsverlangen. Wat is het ene, wat is het andere? Je hebt echt de kern. Ja, dit is de kern. Ja. Nou ja, en daarna, dat is dan het hele vreemde van... Dat boek Eva gaat zich dan toch proberen te storten onder het mom. Wat is liefde? Liefde is als je lijfsverlangen hebt. Dat is gewoon, ineens komt er een enorme theorie. Ze is aan het polemiseren met Frederik van Eeden, een bekende schrijver natuurlijk toen. Want die heeft het niet goed gezien. Zij heeft nu de sleutel tot hoe het zit gevonden. En het is... Zo wonderlijk, maar ook zo beeldschoon. Ze zijn dan een beetje met een oude liefde op elkaar teruggevonden. En ineens slaat de vlam in de pan. Een beetje, of het doet allemaal heel kort. Ze zijn een beetje, zijn ze aan het vrijen? Ik weet niet, in ieder geval minnekozen in de duinen. En dan zegt hij, ja, ik moet morgen wel terug naar Parijs. Want hij heeft met daar mijn een zieke vrouw. Ja, naar mijn vrouw. Naar en dan mijn... zegt zij... Oh, zij dan. Wat ben ik daar blij om. Wat ben ik daar blij om. En dan heeft ze een hele theorie waarom het beter is dat dit niet geconsumeerd of nog niet geconsumeerd of anders geconsumeerd. Het is waanzinnig. Dit vind je echt nergens anders. Je kunt zeggen het is van de pot gerukt, maar dat is het niet. Het is ook, heel, als je het leest, heel begrijpelijk en in ieder geval hartstikke authentiek. Ja, want dat is het ook. Ik gaf het boek dan aan mijn vader, want het is altijd een beetje een literaire toetssteen voor mij. Nu, mijn vader is heel erg van de Duperron, dus ik dacht, hij gaat ongetwijfeld ook met zijn ogen rollen en zeggen, wat is dit voor een damesboek? Ja. Maar vreemd genoeg zei hij, ik vind het fantastisch, maar dat is toch niet meer van deze tijd, met al dat geworstel met seksualiteit en zonde. En terwijl ik zelf heel erg het gevoel had van, volgens mij kan je hier... Zeker met jonge mensen net wel heel herkenbaar over praten. Over wat jij daarnet zei, ook van dat verlangen en dat verlangen dat geen richting vindt. Nou, precies. Het heeft iets ontiegelijk puberaals, zoals zij zich gedraagt. Maar als je ziet hoe vaak het woord gestuntel, want daar mogen we ook nog wel eens eventjes op wijzen. Dat valt bij haar ook. In ieder geval wordt er enorm gestunteld. Gestunteld in haar boek en ook in Eva. Tenminste, dat gedoe tussen die mannen en vrouwen. Het komt een aantal keer terug, vind ik, ook in haar verlangen. Want er zit ook zo'n scène. Het is denk ik de meest sensuele scène van het hele boek. En dat heeft ook iets wat... Ja, het is allemaal heel sensueel en erotisch, maar het is ook van zo'n ontstellende onschuld dat het echt heel mooi is. Zij zit in de leraarskamer met een mannelijke collega en er knettert iets. Ja. Met een oudere man. Ze heeft een witte jurk aan. Ze vindt zichzelf... Eva, ze zit bij het raam. De zon schijnt op haar schouders. Ze vindt zichzelf... Ja, mooi, weet ik niet. Begeerlijk. Ze is heel sensueel. En dan is ze zo'n half gesprek in gedachten met die eep. En met zijn dorre lippen aan het voeren. En ze zegt, allemaal zonnezoentjes wil ik. Zal ik mijn zonnezoentjes aan... Nou ja, ik parafraseer, ze zegt het veel beter, fraaier en cultiger. Maar die scène, bedoel je, die vind ik ook fantastisch. Ze is best ook vertaald, ook al helemaal in het begin van haar schrijverschap. Maar ze wordt nog vertaald. En ik heb Eva in de Spaanse vertaling geprobeerd te lezen om te kijken hoe dat dan was, als het nu vertaald werd, of die taalslag of dat verschil zou maken. 2 jaar geleden is Eva nog eens in Spaans vertaald. En toen sloeg ik deze scène op. Die vind ik ook zo mooi. Het is een soort
Als die goed is, dan... Nou, dat was ik nieuwsgierig naar. Toen was die witte jurk een zwarte jurk geworden. Ja, ik heb de vertaler later gesproken. Niks kwaads over hem. Hij zei dat de redactie het uit zijn handen had genomen en van alles veranderd had. Dus ik wil geen schulden gaan wijzen. Maar die witte jurk die de zon opzuigt, of weet ik veel, is allemaal nodig. Je kunt het niet anders maken dan Corrie van Brugge doet. Het is niet gedateerd. Het kan in ieder geval niet beter of zo. Nee, het is inderdaad niet gedateerd. En het viel mij nog op met één scène, maar dat is omdat het een scène is die volgens mij deel uitmaakt van het collectieve geheugen van mijn generatie. Ze zit in een winkel bij dat gezin waar ze verblijft als lerares in de stad en op de straat dwarrelt een papierprop voorbij. Dat is toch gewoon... Ja, dat is toch zo mooi gedaan. Zij kan zo goed schrijven. Het is... Ik moest bij die proppapier denken aan de proppapier in American Beauty. Maar ze kan het ook als zij in de eerste scène al in Eva... Daar staat ze dus te kijken over het landschap. En er is iets met een roze gloed van de lantaarn. Er is sneeuw. En ze ziet een stapel balken. Nou, wat doet een Carrie met een stapel balken? Ik weet niet, maar ze doet er iets betoverends mee. Nee, ze kan heel erg goed schrijven. Die pop papier, dat is een mooi voorbeeld. En er zit ook, maar misschien valt het mij op, omdat ik natuurlijk zit te denken van dit moet op een of andere manier een muziektheatrale podcast of een muziektheaterstuk worden. Het heeft eigenlijk ook een heel muzikale structuur of een heel muzikale textuur, want het heeft thema's die alsmaar weer terugkeren, thema's die resoneren, zinnen die opduiken, zinnen die herhaald worden. Er zou een gemiddelde moderne redacteur zou er denk ik minstens de helft uit schrappen en zeggen dat heb je al eens gezegd, maar net dat maakt het zo bijzonder. Dat is waar. De herhaling hoort bij de muziek. Het heeft zijn hele eigen muzikale logica. En ik vind de manier waarop ze speelt met die zinnen die terugkeren, die ritmes, die taal, die gedachten die ze alsmaar... Want het is ook niet zo dat ze in één hoofdstuk dan één gedachte ontwikkelt. Er duikt een thema op. Er is iets met bijvoorbeeld lijfsverlangen en liefde. Maar dan doet ze er eigenlijk 5 hoofdstukken over. Net zoals ze er, denk ik, haar hele leven over heeft gedaan, Carrie van Brugge zelf dan, om het antwoord op dat dilemma te vinden. En ze neemt je als lezer eigenlijk mee in het doordenken van die hele oefening. En dan zijn we weer bij het denken, het doordenken. Dat is dus het hele moderne van haar. Dat ze op een gegeven moment het van A tot Z of het causale denken... Dat deed ze al niet zo erg, maar daar zat ze nog wel in de traditie, heeft ze overboord gegooid vanuit het idee, ja, maar zo gaat het in de geschiedenis niet toe en zo gaat het in een hoofd niet toe. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik denk, dit zou bij ons absoluut kanon moeten zijn. Ja, Nederlanders zijn, zegt mijn vriend, niet zo, dat is ook zo, niet zo goed met het koesteren van hun... Kanon. Als zij Française was geweest, dan had ze een dikke vette Pleiade natuurlijk al heel lang gehad. Als ze Amerikaanse was geweest of Italiaanse, laten we er Italiaanse van maken, dan had Bertolucci haar al 3 keer verfilmd. Dus hier is men wat zuiniger. Het is altijd wel te begrijpen. Nederland kijkt, omdat ze klein is, graag naar buiten. Dat is ook fantastisch. Maar vergeet wel eens te letten op... En ze was een vrouw, hè? Huizinga, haar tijdgenoot. Die ligt wel in de Nieuwe Kerk. En goed, die is hevig gecanoniseerd. Zij is absoluut gecanoniseerd, want ze hoort bij de groten. En ze is voor velen uit die periode misschien wel de dierbaarste schrijver. Man of vrouw. Maar... Ja, er zijn wat Carrie van Bruggestraten. Het wordt niet gekoesterd. En natuurlijk staat het niet op leeslijsten, maar ik wil ook niet speciaal voor leeslijsten pleiten. Maar het is een hele grote schat die hier in de Nederlandse literatuur zomaar beschikbaar is. Ja, misschien nog eentje om af te sluiten. Is er een boodschap waarmee jij Eva de wereld in zou willen sturen nu? Nee, dat ben ik denk ik niet te juffig. Of een boodschap waarmee je dit boek, waarmee je
als je nu even aan mensen zou willen aanraden... Nou, dan zou ik heel brutaal zeggen, lees mijn boek. Want dan heb je een overzicht van al die boeken, van haar leven. Nee, maar serieus, dan kun je... Maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. En dan kun je kijken, wat interesseert jou? En snap je wat ik bedoel? Want als je met één boek begint, dan kun je dat wel prachtig vinden. En daar hebben we het over gehad, Eva. Maar Carrie van Brugge als geheel, ja, die wordt niet op school onderwezen, dus dit wordt niet opgenomen, hè, toch? Ja. Hé, doe niet idioot. Nee, maar dat is natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling. Maar zoals Jacqueline Bell ook zei bij de presentatie, als je mijn boek leest, heb je wel een beeld van de oeuvre, van haar, van waarom ik althans gefascineerd ben, wat haar terugkerende thema's zijn. Al die dingen, je hebt dan wel overzicht. Dus ja, ik weet niet wat ik kan zeggen. Ik kan niks zeggen, want ik heb er een boek over geschreven. Ik heb geschreven in plaats van gezegd. Barbara, heel erg bedankt voor het overbrengen vooral van jouw liefde voor Carrie van Brugge. Want ik denk altijd dat hoe ingewikkeld of hoe complex een boek ook is... en Eva is misschien niet het makkelijkste boek. Als mensen er met liefde over praten... En als die vonk overspringt, dan krijg je alles gelezen, denk ik. Dus ik zou zeggen aan iedereen, doe het gewoon met Eva van Carrie van Brugge. Je luisterde naar een contextaflevering van de podcastserie Eva vanuit Galerie Bart in Amsterdam. Je hoorde Gaia Schoeters in gesprek met Barbara van der Poel. De podcast is geproduceerd door Studio Minailo. Opgenomen door Koen Kevel van PME Technica en muziek van Stephanie Jansen. Wil je meer te weten komen over Eva? Volg deze podcast of kijk op www.carrievanbrugge.nl.